Sony heeft hier op de IFA 2018 een nieuwe koptelefoon geïntroduceerd, de WH1000 XM3. Dat is een hoofdtelefoon met Bluetooth en hij is draadloos. Nou ja, daar zijn natuurlijk al duizend van, maar toch is deze wel bijzonder. Deze koptelefoon heet de WH1000 XM3. En wat maakt hem nou zo bijzonder? Nou, het is de opvolger van de WH1000 XM2. Die is al een jaar geleden geïntroduceerd en die hebben we ook getest. Die staat in onze productvergelijker. Wil je weten hoe deze presteert? Surf dan naar onze website. Voor wie je de XM2 niet kent. Het is een hoofdtelefoon waarbij Sony al probeerde de noise cancelling zo goed mogelijk te maken. En daarnaast zijn er allerlei leuke extra's, zoals de bediening aan de zijkant op het vlak. Dat kun je gebruiken om het volume hoger of lager te zetten, gewoon door met je vinger eroverheen te vegen. Je kunt ook naar de vorige of de volgende track. Daarnaast kun je ook, door je hand eroverheen te leggen, als je hem op hebt, de noise cancelling tijdelijk uitzetten. Dat is natuurlijk handig als je even met iemand wil praten. Daarnaast is er een app. Daarmee kun je alle mogelijkheden van deze hoofdtelefoon bedienen. Er zit overigens ook een schuifje op waarmee je de sterkte van de noise cancelling kunt bedienen. Nou, dan krijg je heel goed een idee over hoe goed het apparaat eigenlijk is. Want als je het schuifje helemaal naar links zet in dit geval, dan staat die op volledige noise cancelling. Nou, en het resultaat is toch behoorlijk indrukwekkend. Nou, dit is dus de oude en dit is de nieuwe. Maar wat zijn eigenlijk de verschillen? Nou, de oude die heeft sowieso een beetje een andere vorm van de hoofdband, waardoor er wat meer ruimte zit hier als je hem opzet. Bij de nieuwe is dat wat minder, dat is vooral mode. Veel belangrijker is nog het gewicht. Dus bij de nieuwe 30 gram lichter. Dat is altijd fijn bij een koptelefoon. En ik heb ze net geprobeerd en het lijkt ook alsof de nieuwe net wat minder klemt. Alsof die gewoon echt wel een beetje comfortabeler zit. Dat is natuurlijk ook wel prettig. Nog een belangrijk verschil, Sony beweert dat ze een veel snellere processor gebruiken om de noise cancelling te regelen. En daarmee kan die noise cancelling dus ook beter worden. Nou, of dat echt zo is, dat moeten we eigenlijk nog testen. Dat kan ik hier niet goed beoordelen, maar dat gaan we nog testen in het lab en dan zullen we het weten. Maar ik zei net al dat hij wat minder klemt en dat kan er wel een beetje mee te maken hebben. Want een deel van de ruisonderdrukking die komt eigenlijk omdat je een gesloten koptelefoon op je hoofd zet. Als je hem een beetje harder drukt, dan is het nog beter. Maar als hij nou betere noise cancelling heeft, dan hoeft hij wat minder hard te drukken. Nou, ik weet niet of dat echt zo is, maar het zou best wel eens kunnen. Zoals je met heel veel van dit soort koptelefoons kunt, kun je er ook mee bellen. Er zit dus een microfoontje in. Maar het nadeel is altijd wel dat microfoontje wat ver weg zit van je mond. En dat betekent dat het lastiger verstaanbaar wordt. Hij heeft deze twee microfoontjes en daarmee kan hij een soort beamvorming doen, zodat hij wat meer gericht naar jouw mond luistert. En daarmee wordt de verstaanbaarheid wat beter. Dus ja, dat is goed voor tijdens het bellen. Nou, het is lang niet meer de noise cancelling die zoals vroeger gewoon aan of uit stond. Nee, je kunt het dus zelf regelen, harder of zachter zetten. Hij kan zelf ook een idee hebben van de omgeving. Hij weet bijvoorbeeld of je aan het lopen bent of dat je stil zit. En hij luistert wat er allemaal gebeurt. En daar, aan de hand daarvan kan hij het niveau van de noise cancelling kan hij ook wat bijstellen. Dat is natuurlijk wel handig als je op het station bent en er is een aankondiging van een vertraagde trein of vliegtuig. Nou, dan regelt hij dat zelf bij. Dan zal dat niet altijd goed werken, dus je kunt het gelukkig ook gewoon uitzetten. Deze koptelefoon is over 2 weken verkrijgbaar, dus ongeveer halverwege september. En heeft een prijs dan van €380.